Als je dit zo ziet, je klinkt die video aan, denk ik, hey Rob, hoe is het? En dan, damn, het is gewoon Mark Jekker. Damn, Mark. Oké, jongens, we hadden dat in een andere video aangekondigd, maar het gaat echt gebeuren. Mark, ben jij er klaar voor? Ja, nou, we moeten. Kom jij bij team het mannetje? Kom jij bij team het mannetje? Wij gaan dus het komende uur gaan wij shoppen voor Mark. Het mooie is, zeg maar, Mark, jij hebt een bijen. 0 euro nodig, want wij gaan alles voor jou kopen. We hebben een budget van 5000 euro. Ja. Per persoon, dus dat is bij elkaar. 3 doezoe. 5000 keer 6, 3 doezoe. Oh. Oké, de eerste winkel. Wat is de eerste stop? We zijn er helemaal heen gelopen. De eerste stop. En daar is de winkel. Ja, like. Like als je wil. Dat Mark een goed outfit heeft straks. Like. Ja. Ik ga er niks in Mark's maat, want anders hadden we heel deze week al mee gekocht. Alle dingen, alleen 2000 euro was al. Nee. Nou, hey, H&M. Mark, heb je er zin in? Ja, ik ben er echt helemaal warm. Gewoon de dag van mijn leven. De Pasen. Winky, winky. Okay, Mark, dit kan niet, Mark. Uitdoen, snel. Dit kan niet. Mark, doe dit aan. Dit is vest met die jas erover. Dit is hard. Ik vind Mark echt lekker. Ik wil graag dezelfde outfit als Mark, dus ik ga sowieso hetzelfde komen als Mark. Hier wil zijn zoals Mark. Ja, dat ook alleen voor. Wow. Deze vind ik goed. Deze vind ik echt gaaf. Die trui is ook goed, man. Ik weet alleen niet. Die trui moet toch omlaag staan. Die moet helemaal naar beneden. Nou, hij moet je wel niet. Oprecht, dit is gewoon best wel hard, man. Dit is gewoon de making of. Is het nog wel mannelijk eigenlijk? Misschien koop ik wel jouw wijf. Als je dit zo ziet, je klinkt die video aan, denk ik, hey Rob, hoe is het? En dan, damn, het is gewoon Mark Jekker. Damn, Mark. Je lijkt op Jesu nou een beetje. Dit is ook deze stilo. Oh, die is perfect. Ja, help. God, man, je bent echt koud, hoor. Tia Milo, kijk die kop dan, wat is dit? Dit lijkt net Bas die de distek van de eerste. Je hebt hem nog nooit meegemaakt. Ja, hallo ook al even voor. Kijk. Wow. Nee. Die trui die is een beetje puffy. Ja, die trui is puffy. Ja, het is minder natuurlijk, valt het ofzo. Nee, deze was echt koud hard. Dit is gewoon. Nee, is niet. Wat hebben we? We hebben een watch. Goed horloge. Ik weet niet wat je wil, maar dit past gewoon perfect hierbij. Ja, klopt, correct. We hebben nu een nog wat armbandjes. Ja. Past hier natuurlijk perfect bij. Ja, perfect bij. Dus dit is gewoon gematcht. Luister, dan ben je gewoon echt. Oh, daar komt hij hoor. Oh, Mark, hou hem even aan, man. Ik ben best wel slow. Maar met omkleden doe ik niet zo lang over als Mark. Hey. Mark, kleed eens door. Die broek is die broek is zo perfect, Mark. Die broek is wel beter. Die broek is echt goed. Nee, Mark, nee. Oh, kut, ik aan zit. Mark, jezus. Dit is ongekend. In het begin was het niks. Maar nu flex ik op je bitch. Ja, dit is echt hard. Als je dit gewoon ziet, dan zou ik ook kunnen zijn. Ondertussen is de situatie compleet geëscaleerd. Mark is echt al een half uur in het hokje en we hebben geen idee meer wat we moeten doen. Bijen. Ik durf eigenlijk niet zeggen, maar Mark was helemaal spiernaakt. Alsof ik heb wel van genoten weer. Deze outfit geef ik een 7,5. Ja, een jas eroverheen toch? Oké, Mark, we hebben een paar outfits gefixt. Ben je blij? Ja. Cijfer 1 tot 10. 9,5. 7. 8,5 minimaal. Minstens 9,5. Ik denk dat Rob het perfect zei. 8. En die eerste outfit, dat is echt een 9. Dat brengt ons gemiddelde voor Mark's outfit op een... Ik heb geen idee, maar het komt nu in beeld, ik heb het uitgerekend. En de camera is leeg. 250 euro jongens, dat was het hè? Ja, 250 plus dan 30 hè, voor de accessoires. En wil jij er nou net zo geweldig uitzien als Mark? Dat kan! Ga dan naar bankzitters.nl, want bij besteding van 35 euro krijg je een gratis bankzitters kerstmuts! Als je nog 4 wel achter wil komen.